Deze week in Slotstad Actueel spreken we actievoerders Stop de Boskap uit Huis ter Heide. Is de pinautomaat buiten werking aan de Meester de Klerkstraat? Zijn we bij de uitreiking van de vrijwilligersprijzen in Zeist? Verder gaan we op bezoek bij Chanté, die kerstkaarten schrijft voor ouderen. En gaan we langs bij de ijsbaan op het Belcour. Ten slotte vragen we aan de inwoners van Zeist en omstreken wat zij vinden van het vuurwerkverbod. Ik ben sowieso niet een hele grote voorstander van vuurwerk. De gemeente heeft plannen om het bos ten zuiden van het kerkenpad in Huis ter Heide te kappen. Het bos moet plaatsmaken voor woningbouw. Buurtbewoners zijn het hier niet mee eens en zijn daarom een actiegroep begonnen, genaamd Stop de Boskap in Huis ter Heide. De actiegroep wordt ondersteund door de buurtvereniging. In 2009 had de gemeente het plan om 75 à 80 woningen te bouwen op de open velden hier naast het bos. En het bos zou dan behouden worden. In 2019 is de gemeente opeens van gedachten veranderd en wil toch op de plek van het bos gaan bouwen. En dus moet het bos gekapt worden. En de wethouder Jansen noemt dat heel mooi natuurinclusief bouwen. Maar dat houdt feitelijk in dat de mensen die er komen wonen een paar bomen in hun tuin hebben. Maar het bos wordt gewoon weggehaald voor ons. Is voor ons niet meer toegankelijk. We snappen dat er een woningnood is en dat er woningen gebouwd moeten worden. Maar we vinden het geen goed plan dat daarvoor het bos gekapt gaat worden. Dat is dan niet een goede oplossing. Het bos is van grote waarde volgens deze bewoners. Het zorgt namelijk voor veel flora en fauna in het gebied. En het is ook belangrijk in verband met CO2-opname, geluiddemping, in verband met luchtvervuiling en ook verkoeling in de steeds warmere zomers. En daarnaast heeft het een hele belangrijke sociale en recreatieve waarde. De inwoners van de omwonenden konden altijd wandelen in het naastgelegen Deinselburg. Maar dat gebied is nu verkocht. Het bos is nu verkocht aan een projectontwikkelaar en is nu verboden terrein. Dus dit stuk bos is nu het enige stuk bos waar wij nog vrij kunnen wandelen, de hond kunnen uitlaten, de kinderen kunnen spelen. Dus het is echt heel erg belangrijk voor de leefbaarheid in de omgeving. En sowieso wordt er al veel te veel bos in Zeist gekapt. Als het bos gekapt wordt, dan zal de hele karakter van Huis ter Heide hier verloren. De gemeente wil het vol met sporttoestellen gooien en dat willen we niet. We willen het een rustige omgeving. En het is ook een van de drie hotspots van biodiversiteit in Zeist. So dat is heel belangrijk. Het zit vol van vleermuizen, de dassen zijn hier, hazelwormen. So qua natuur, het is echt heel belangrijk. De groep voert op verschillende manieren actie. Ze halen zowel online als offline handtekeningen op, delen flyers uit en het bos hangt vol met tekeningen van kinderen die hier in de buurt wonen. En we hebben ook de raadsleden gevraagd voor werkbezoek om hier te komen. Want we willen dat het bos niet gekapt wordt en dat het blijft groen hier in Huis ter Heide West. Hij doet het niet hoor. Hij doet het niet? Nee. Ja, het is heel lastig. Hij doet het niet, nee. Het is uit. Dat werkt niet. Al wekenlang is de pinautomaat aan de Meester de Klerkstraat in Zeist buiten werking. Dit zorgt voor veel problemen, want er zijn weinig alternatieve pinautomaten in de buurt. ABN AMRO kan ik ook niet pinnen. Hier kan ik ook niet pinnen. Dus eigenlijk, op de Bergweg is de pinautomaat verdwenen. Op de Slotlaan is de pinautomaat verdwenen. Eigenlijk kun je nergens pinnen, behalve in de Albert Heijn, als die open is. Wat vindt u daarvan? Nou, schandalig. Ik vraag me af als het ding ooit eens een keer weer in werking komt. Er zijn altijd een heleboel mensen bij, denk ik, die nog helemaal van Noppie Koch uit de auto stappen. En kijken, een pak van Dikkie. En je kunt ook ergens anders zeggen, ja, wel bedrijf bieden. En dat is alles. Ik heb geen cent meer in mijn portemonnee, maar ik ga even geld pakken. Dan kan het weer niet. Hoort u er meer over? Ja, thuis in het appartement hoor je vaak mensen zeggen van dat je zo slecht geld kan krijgen in Zeist. Nou, dat is ook zo. Ik heb gehoord dat het pas eind volgende week opgelost gaat worden bij deze automaat. Ja, maar dat hebben ze dus een paar weken geleden ook al gezegd. En vorige week hebben ze dat ook gezegd. En het vertrouwen dat dat dan eind volgende week zou kunnen zijn geëffectualiseerd, is een beetje weg. Hey lieve jij, ik wil u een hele fijne en warme kerstdagen toewensen.
mogen de dagen gevuld zijn met sneeuw, warme chocomel en gezellige kerstlichtjes. Heel veel liefs, Chanté. Chanté schrijft elk jaar kerstkaartjes voor eenzame ouderen. Dit jaar plaatste ze een oproep op Facebook, waar ze veel leuke reacties op kreeg. Je zit natuurlijk, als je alleen bent, best wel een hele dag alleen. En als er dan een kaartje door de brievenbus valt, eigenlijk onverwachts, denk dat toch wel een verschil kan maken hoe je de dag eigenlijk verder zou gaan aanpakken, als het ware. Meestal rond een uur of één, dan verwacht ik altijd dat de postbode langs is geweest. En dan ben ik eigenlijk altijd wel benieuwd van hoe ervaren zij dit eigenlijk. Maar ik denk dat als ze het kaartje openmaken, dat ze toch denken van hé, er is toch iemand die de moeite heeft genomen en aan me denkt om een kaartje voor mij te schrijven. Hé hey, lieve jij, ik wil u hele fijne, warme feestdagen toewensen. Doordat u geliefd, u vergeet nooit. Mogen de dagen gevuld zijn met liefde. Veel lief. Liefs, Chanté. Leuk. Erg leuk. Ja. Dat hebben we wel nodig op de ogenblik, denk ik. Heel liefs. Veel liefs, Chanté. Ja, ja, ik vind het eigenlijk heel prachtig. Ja. Leuk. Nou, dat heeft ze leuk gedaan, Chanté. Wat leuk. Ja. Heel leuk. Ja. Goh. En het rijmt ook nog. En mogen wij dat dan houden? Of ja, ja, zeker. Oh, dat is leuk. Oh, dat is helemaal mooi. Voor de rest is het een eenzaam bestaan hier natuurlijk. Ondanks dat je in mensen woont. En, hoe is het dan om zo'n kaartje te krijgen? Ik vind zo'n kaartje vind ik prachtig. Ik vind dat heel bijzonder. Want ik ben dol op kaartjes. En zeker nu in deze tijd, in de coronatijd. Dan voel je je soms wel eens erg alleen. Ja, die vrijwilligers zijn echt super belangrijk. Die zijn echt essentieel. Als die vrijwilligers er niet zouden zijn, dan zou het project niet bestaan, denk ik. Dat is echt. Zij zijn eigenlijk het project. De vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk, want binnen ASZ worden allerlei activiteiten gedaan, kunnen mensen leuke dingen doen, maar mensen zitten soms ook met persoonlijke vragen. En daar zijn wij voor als senioren wegwijzers, om mensen daarin een stap verder te helpen. Nou ja, alles, want wij werken dus echt met vrijwilligers. Zij draaien alle activiteiten. Zij zijn geweldige hulp voor ons. Ook vooral in het contact met de bezoekers die binnenkomen. Ze draaien ook de activiteiten, dus zonder hen waren er geen inloophuis in Zeist. De afgelopen weken kon er weer gestemd worden op genomineerde vrijwilligers en organisaties. Deze week zijn de winnaars bekendgemaakt en vond de uitreiking plaats. Helaas niet in Vigie, maar wel een verrassend bezoek aan de deur. De deelnemers kregen hun prijs uitgereikt, samen met een persoonlijke videoboodschap van wethouder Marcel Fluitman. De prijs voor de individuele vrijwilliger ging naar Jolanda. Zij kreeg met 42% van de jurystemmen de tegel uitgereikt, die in januari wordt geplaatst in de Zeister Walk of Fame voor vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook groepsprijzen uitgereikt. De groepsprijs voor zorg gaat dit jaar naar het 75PLUS huisbezoekproject van Meander Omnium. En de maatschappelijke prijs naar de Algemene Seniorenvereniging, ASZ. En tot slot de prijs voor cultuur naar theatergezelschap Polyhymnia. En wat is het leukste van vandaag? Dat ik mag schaatsen. Schaatsbaan Winterwonderland is een van de weinige attracties die deze periode wel open is. Wij namen een kijkje bij de Disney Disco die door Winterwonderland wordt georganiseerd. Mensen zijn wel toe aan iets leuks, aan iets warms. Gewoon even normaal. Schaatsen heb ik lang niet meer gedaan en het is gewoon zo leuk dat ik hou van schaatsen. Ik kan ook gewoon schaatsen, landelijk. Alleen een heleboel ijsbanen hebben ervoor gekozen om het niet te doen. Ja, en ik heb ervoor gekozen om het wel te doen. Door de grootste opzet van Winterwonderland beginnen wij al vrij vroeg aan de bouw. Ja, en toen zaten we al zo ver erin. Ik denk, en dan drukken we hem door ook. Hier heb ik gewoon, weet je, lachende kinderen. En dan trek ik mijn Olaf-pak aan. En dan zijn al die kinderen, Olaf, weet je wel. En dat geeft me gewoon heel veel voldoening. Hoe noem je de pinguïn?
Schaatsje. Omdat ik net heel goed mee kan schaatsen. Elke week gaat Slotstad Actueel de straat op om aan de inwoners van Zeist en omstreken een nieuwe vraag te stellen. Met deze week de vraag: wat vindt u van het vuurwerkverbod? Ja, ik vind het terecht, omdat je zag vorig jaar al bij het verbod dat er gewoon aanzienlijk minder gewonden in het ziekenhuis kwamen. En ik denk dat dat is wat we nu ook nodig hebben, nu de ziekenhuizen nodig zijn voor coronapatiënten. Echt heel erg stom, want ja, ik wil gewoon vuurwerk afsteken en dat is gewoon superleuk, die harde knallen en dan dat, ja, de, gewoon dat, die kleur en zo, dat is echt gewoon heel erg stom eigenlijk. Dat gebeurt. Ja, ik snap wel dat ze het wel doen voor de ziekenhuis, maar het is wel heel jammer. Prima. Ik heb zelf naast een apotheek gewoond als kind zijn en toen rende je daar nog naartoe als er wat was. En ik heb heel wat verminkingen gezien, dus ik ben er zelfs een beetje bang voor. Dus het mag van mij verboden worden. Het valt altijd wel een leuk alternatief te vinden. Groot gelijk hebben ze, want we worden al sinds een maand worden we lastiggevallen met de jongeren die bij het Wilhelminapark een vuurwerk afsteken. We worden er echt helemaal geschokt van. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Ik geef ze zelf niks om, dus voor mij is het nogal makkelijk. Voor mij hoeft het niet. Maar ik vind het voor de jongelui wel jammer. Ja, ik vind het... Ik begrijp het wel, maar ik ben het per se niet mee eens. Want ja, ik vind het vuurwerk wel leuk. En ik denk ook wel dat het voor verbintenis zorgt op de jaarwisseling. Dat vuurwerk verbod, ik weet niet of het überhaupt mag nou. Met die corona en alles. Maar met alle respect, ik bedoel, na 12 uur mag je wel wat opsteken. Dat is heel normaal. Vind ik wel een prima plan. Ja. Ik vind vuurwerk best heel eng. En ik heb 2 honden, die vinden het ook niet leuk. Dus wat mij betreft, 1 mooi groot vuurwerk waar iedereen naar kan kijken, vind ik prachtig. Maar niet al dat vuurwerk los. Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik ben het er wel mee eens. Ik ben sowieso niet een hele grote voorstander van vuurwerk. Dus ja, wat mij betreft is het niet echt nodig. En ik denk dat het wel ja, op zich wel een goed idee is. Dit was Slotstad Actueel. Tot volgende week.